Klaas die stuurt dan op een gegeven moment, op een dag stuurt hij hoi. Nou, hij krijgt niks terug. Een dag later, alles goed. Alles goed, vraagteken, denk ik. Ja, vraagteken. Ja, ja, ja. Dan op een gegeven moment een uurtje later. Ik ben wel jaloers dat je vrij hebt. Oké, prima, dan krijg je dat. Dan duurt het een dagje. En dan op een gegeven moment krijg je een berichtje. Jij bent echt lang offline. Dan duurt het weer een tijdje, dag. Is je wifi stuk? Ja, weer een appje. En dan duurt het weer een tijdje. En dan zegt hij, denk ik, ik ga naar Q-Music. En toen reageerde je redelijk snel. Deze week, hè? Heb ik goed naar jou, al jouw verhalen geluisterd. Jouw vrouw heeft het zwaar te verduren gehad. Ja, maar ze krijgt er heel veel voor terug. Heel veel voor terug. In de regio, ik wil het niet weten. Het is gewoon een stofzuigerzak elke week. Ja, ja, ja. Ik wist wel dat dit... En gewoon af en toe een bordje eten, toch? Nee, lieve schat, als je luistert, ik weet dat je luistert. Ik ben dol op je, maar ik moet vanavond toch echt terug naar mijn vrouw. Tot slot in de regio. Nee, nou, niet dat ik hartstikke harteloos ben, maar ik ben dol op... op mijn lieve... Nee, mijn lieve schatje. Nee. En je vrouw? Nou, jou ook op. Ja, oké. In de regio Alkmaar, daar kan je een halfnaakte wielrenner tegenkomen. Hey, ik word gebeld door een echtscheidingsadvocaat. Oh, dat is vervelend. Oh, ze heb nu echt. Oh. Ik luister gewoon, hè, lullepan. Lullepan ook. Ach, lievertje, je weet dat ik van jou, hè. Heeft ze de rest van de week zeker niet geluisterd? Nee, ze gaan nu terug luisteren. Oh, er gebeurt hier iets? Nou, maar het is normaal. Oh, ik schrik er een beetje van. Waarom? Ik vond het eigenlijk wel mooi. Ja, het is toch wel lief? Ja, het had wel wat. Ho. Het was heel ongemakkelijk. Jij zegt er is een grens overschreden. Ik ben er flabbergasted van. Ik wilde Frank zeggen, maar ik zei schat. Oh. Dat is echt heel gek. Wij zitten in een gesprekje over dit. Ja, en ik zijn in gesprek met elkaar. Ja. En opeens zegt hij, nou maar schat. Oh. Ja, ik heb er ook geen excuus voor, schat. Lieverd, ik weet niet. Wow. Ja, maar het gek, hè? Maar zeg je dan Frank dit, tegen je vrouw? Ja, maar dit is zoveelzeggend. Want jij was dus in je onderbewustzijn... zeg je gewoon schat tegen mij. Nou, je zat gewoon net zo te zeiken. Maar heb je dus ook nog helemaal niet gegeten en zo? Nee, klopt. Ik had nog een komkommer in mijn tas. Dus dat is wel lekker. Maar ik heb ondertussen wel honger, ja. Hoezo had jij een komkommer in je tas? Je verveelt je hiervan niet. Ja, daar was de komkommer niet helemaal voor bedoeld. Maar... Oh, Henriette. Sorry. Wat zegt je stem over je seksleven? Nou, heel wat, meldt een internationaal team van psychologen uit Amerika, Denemarken, Schotland, Canada en Duitsland. Mensen met een lagere stem gaan eerder vreemd of zijn seksueel losbandig. Dat komt door een verhoogd testosteronniveau, wat leidt tot een extraverte en dominante persoonlijkheid. En dus zouden mannen en vrouwen met een lagere stem makkelijker seks hebben. Nou, Rolof. Klopt niets van. Jij kan niet eens hoog praten. Nee. Oh, maar Roelof, jij bent wel een gekke player. Maar Roelof, ik geloof er wel in. Ja. Nee, het is niet waar. Maar waarom moet je dan wel rood? Ja. Te veel aandacht. Maar ik denk, Roelof, jij hebt nooit moeite hoeven doen. Jij kon toch iedere vrouw krijgen die je wil, Roelof? Nou, dat denk ik niet. Maar goed, moet je nagaan. Kleine wil ik ook niet. Kleine Roelof op de kleuterspeelplaats. Schatje, die nog knikken. Zullen knikken. Roelof is toch gewoon een soort James Bond-achtig figuur? Ja, dat is hij, ja. Toch? Eruit, vind ik maar echt. Is het waar, Hannelore? Voel je aangetrokken door mensen met diepe, zware stemmen? Ja, natuurlijk. Ja, hè? Ja, zie je wel. Ik heb dat wel als vrouw. Ja. Maar heb jij het wel eens gebruikt, Roelof? Dat je met iemand stond te praten dat je denkt, oh, ik zet nu even... Ik ga hem even iets lager inzetten. Nu. Waarom denk je dat? Maar het geldt ook voor vrouwen met een lage stem. En ja, dat verraste me. Ja, dat vind ik dan weer een beetje Als ik zo ga praten, dan denken jullie... Oh, dat is wel waar, het is wel, dat verklaart wel wat mijn moeder en mijn vader heeft gevonden. En wat eet nou een slecht valk? Het liefst? Een duivenjong? Een duivenjong! Nee, echt? Een lekker duivenjongetje, ja. Dus ja, die duif, die een beetje een domme duif. Dus je hebt een slechte valk en een domme duif. Die duif zit daar gewoon lekker op die eitjes. En het allerergste is, maar sommigen vinden dat wel mooi... daar staat dus 24/7 een webcam op. Wachten op het moment? Ja. Oh jee. Ja, dus dat hoor je zo en dan zie je zo... Tak,
En dan breekt het eitje open en dan komt er zo'n snaveltje uit. En dan komt er zo'n heel lief duivenjongetje uit. En dan komt die slechtvalk, bam, bam, en die eet zo zijn hersens op. Dat kan je dus allemaal zien op slechtvalkvenlo.nl. Oh, gaan we het even doen. Wat een sadiste daar in Venlo. Niet normaal, hè? Ja, dat is toch. Ik denk, haal dan die hele Sint-Martinus-basiliek neer. Staat oh, de duiven, gewoon, het is de duiven gaan er naartoe. De duiven laten het nest. Is dit het moment? Nou, ja, zeg. Gaat het gebeuren? Duifje, vlucht! Hij zegt weg! Hij zegt weg! Wat? Die slechtvalk is alleen met de eitjes nu. Kijk nou! Nee, de duif is weg. Ja, serieus. Hij is hem gewoon gepeerd. Ik heb al een VVV. Kijk, hij is alleen. Hij doet niks. Hij ging zo lopen. Wat een klote, sorry. Ja, dit... Helemaal slecht, jongens. Het is heel slecht dat je dit doet. Iedereen gaat nu naar slechtvalk.venlo.nl. Ja, als je slechte valk doet, krijg je vaak de recensies van Van der Valk. Maar misschien moeten we even een poeltje maken. Wanneer de duivenjong hersens worden opgevloten. Oh, dan wordt hij ook ingezoomd op de slechtvalk. Ja, dat is echt verschrikkelijk dit. Ik doe 2 mei. 2 mei. En Sander? Nou, dan en ochtend, middag of avond? Dit is echt zo verschrikkelijk. Denk er maar even over na, joh. Ja, jongen, altijd. Zeg ik 5 mei, de dag van de bevrijding, weet je wel, krijgt het toch een beladen thema. 5 mei, middag. Mag ik nog switchen? Natuurlijk. Ja, ik wil naar 4 mei. 's avonds. Om 8 uur. Een slecht val. Ik kan meteen even 2 minuten stil zijn.